Jij bent er ook weer. En jij bent er ook weer bij. Gezellig. Hey, goedemorgen, Puk. Jij bent er ook weer bij. Goedemorgen. Jij bent er ook weer bij vandaag. Het KOW-journaal. Hartstikke fijn dat je er bent. En ik hoop dat je goed hebt geslapen. Hey, Puk. Jij bent gisteren samen met Joyce naar de opa's en oma's geweest om een mooie tekening daar af te geven. Ik ben heel benieuwd of jullie dat ook al hebben gedaan. Hebben jullie het nog niet gedaan? Ga dat dan maar eens doen vandaag, want de opa's en oma's zijn daar heel erg blij mee. Als ik hier zo naar Puk kijk, zie ik zo'n heel mooi lentetuintje. Buiten is het lente en de zon schijnt. En Nathalie heeft iets voor jullie gemaakt en ingestuurd over de lente. Kijk maar eens mee. Goedemorgen allemaal. De juffen van de peutergroep die praten vaak met gebaren. En vandaag wil ik jullie ook een paar gebaren leren. Afgelopen zaterdag is het lente geworden. Dat is het eerste gebaar, lente. Omdat dan de bloemetjes weer uit de grond komen, kan je het een beetje zo zien dat je je hand zo uit de grond laat komen en dat de bloemetjes dan opkomen, lente. En ik heb ook een schaap. Omdat vaak in de lente werk je over dieren. En het gebaar van schaap is dit. Alsof je wol vastpakt. Schaap. Ik heb ook een paard. En een paard is dat je met twee wijsvingers zo op elkaar tikt. Paard. En een varken. Een varken heeft altijd een beetje een ronde grote neus. Dus dat kunnen wij ook. Het gebaar voor varken. Varken. Konijn. En een konijn is met twee vingers zachtjes over je neus aaien. Konijn. En als laatste de geit. En een geit heeft altijd een sik. En dat is het gebaar ook voor geit. Zo een sik maken. Geit. Nou, misschien kunnen jullie ze thuis ook eens oefenen met papa en mama. Veel plezier. Doei. Dankjewel Nathalie voor dit hele leerzame filmpje over de gebaren. Jij had het in je filmpje over konijn, een geit, het paard, het varken en het schaap. Daar weet ik nog wat leuks mee. Want ik heb hier een handdoek en je kan dit thuis ook doen. Dan ga ik deze handdoek over de dieren heen leggen. En dan gaan we eens kijken wat er weg is. Oké, daar gaat hij. Ik haal de handdoek weg. En dan, wat is er weg? Even recht. Wat is er weg? Even nadenken. Weten jullie het al? Ja, ik zie het. Mijn konijn heb ik weggehaald. Hadden jullie het ook gezien? Hier in de tuin, bij Puk, zit wel een konijn. En het konijntje is lekker aan het genieten in de tuin. En dat gaan wij ook eens even doen. Want wij gaan kijken naar het volgende filmpje van Benjamin, die iets gaat doen buiten. Kijken jullie mee? Tot zo! Hallo jongens en meisjes. Zin in de challenge? Let op. Ik heb hier een basketbal. En mijn challenge is, je gooit de bal in de lucht. En je probeert zo veel mogelijk in je handen te kloppen. Let op, komt ie hè. Volgens mij had ik er 5. En ik denk wel dat jullie dat veel beter kunnen. Als je dat nou moeilijk vindt, ja, dan mag je de bal zo hoog mogelijk in de lucht gooien. En probeer dan zoveel mogelijk in je handen te klappen. Dan mag je de bal ook op de grond laten stuiten. Het ziet er als volgt uit. That's it. Hey Benjamin, dat is echt een hele toffe challenge van jou. Zo lekker in de zon? Ik ga het ook proberen. Had ik er 4. Nou, ik wil toch echt wel boven die 5 van jou, Benjamin. Daar komt hij. 1, 2, 3. Oeh, ik had hem nog net. Ik vang ineens een verjaardagsballon. En ben jij nou jarig vandaag? Dan ga ik speciaal voor jou een harde knal maken. Oeh, gefeliciteerd. Ik wens jou een hele fijne dag.
Ik vond het tof dat jullie er waren vandaag bij het KOW-journaal. Kijken jullie morgen weer? Zorg goed voor elkaar.